Dan moet je volume uitbreiden. Ja, maar één is volledig. En ook met die aanstaan dat er 21 personen besmettelijk zijn. Maar ik heb achter me meer, hè? Maar ik heb achter me meer. We spreken in het ziekenhuis en testen positief op COVID-19. Waar ik al haar contacten binnen en buiten het kamp. Het kamp blijft nu 2 weken dicht. Hallo. Ja. Weer, het is droog, zonnig en van zomer. Zonnig worden ze 8-16 tot elkaar. Maar ik ben niet aan de weg. Dat is min. Je bent er motherfucking goed in, hoorde ik. Maar dit is toch wel een andere koek dan anders, of niet zo'n pan? Ja, dit is wel even. Dit is niet te doen, man. Dus dit is gewoon bijna als in de bouw. Maar als deze erbij zitten, dan gaan we goed, hoor. Jawel. Dat is wel even. Kunnen mensen het morgen komen ophalen hier ofzo? Morgen vullen we alle bakjes, zorgen dat alles klaar staat voor de mensen. En we kunnen dan een maaltijd afhalen als een bedankje dat ze zoveel tijd en zorg steken in de mensen hier in Zeeland. Ja, mooi initiatief. Ja. Vind je het ook leuk om te doen, het werk? Ja, zeker. Ja, 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 mooi. Ja, altijd leuk. Jij kookt echt wekelijks chili, is dat zo? Ja. Ben je sowieso een goede kok of is dat alleen chili dat je dat goed kan? Nee, ik heb 4 dingen die ik goed kan. 4 dingen die ik goed kan. De rest, ik ben niet zo'n goede kok. Nee, maar dit tenminste, is... Tenminste, ik doe het wel met liefde. Dat wel. En mijn chili maak ik goed. Ik maak ook wel goede curry. Toen ik nog vlees had, ongeveer 7 jaar geleden, maakte ik ook echt een motherfucker van een saté. Maar ja, ik killer. Heb die... Ik eet geen dieren meer. Ik kan ook wel appeltaart, hele mooie appeltaart bakken. Wordt dit een hete of wordt het een, wat is het geheim van jouw recept? Ja, dat mag je natuurlijk nooit zeggen, maar... Ik doe er mosterd in. En dat is niet gebruikelijk? Weet ik niet of dat gebruikelijk is. Ik doe dit altijd in, omdat ik het wel heel erg lekker vind. Hoeveel liter is die pan, weet je dat? 60. 60? Ja. Zo dan. En hoeveel liter moet je uiteindelijk hebben? Voor 300 personen? 120 kilo. 120 kilo saus en 100 kilo rijst. Ja, dat is echt, dat zijn de grotere getallen, hè? Dat moet, hè? Ja, nogal. Hoe lang werk jij hier eigenlijk al? 1,5 jaar. Oké. Ja, dan is dit weer zo'n ander uitstap. Ja, maar jullie zitten nu gewoon eigenlijk thuis, hè? Of niet? Ben je gewoon... Veel schoonmaken, onderhoud tussendoor. Goed, je hebt nu in ieder geval weer een kookverzetje. Een dagje bezig. Ja. Ik was net in jullie zeer rommelige keuken, daar wordt keihard gebeurd door 3 mannen. Nou, wel de mannen staan in de keuken, de vrouwen zijn boven bezig. Ja, heel ouderwets. Ja, in de horeca is dat wel gebruikelijker, hè, dat mannen koken. Ja, ik heb eigenlijk wel alleen mannelijke koks inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, nu heb je Danny ook te gast, dat is een vriend ook van jullie, van jou, hè. Ja, Esja en ik zijn al 1000 jaar vriendinnen. Nou, Danny kwam erbij. We wonen bij elkaar in de straat en op dinsdagavond is het altijd chiliavond bij ons. Dan kookt Danny en ik zorg voor de wijn en dan eten we altijd samen. Dus vandaar chili en Danny. En toen in deze tijd, in deze narigheid, dachten we van ja, we willen gewoon iets leuks doen. En zo al pratend kwamen we op het idee van god, zou het tof zijn als Danny samen met ons wil koken. En dat heb ik hem gevraagd en hij was gelijk heel enthousiast. Hij is in, ja. Nu is het ook gewoon bezig. Maar ja, gelijk 300 mensen, dat is wel een enorme hoeveelheid, of niet? Ja, we hebben het er ook over gehad. Van ja, wat zullen we een stop zetten of een aantal bedenken? Eerst niet. Dan ja, straks staat die 1000 man op de stoep. En de capaciteit van de keuken, wat kan. En toen hebben we op een gegeven moment besloten 300. Nou, ik krijg nog steeds allemaal mailtjes binnen van mensen die heel graag er gebruik van willen maken. Maar dan heb je dus wel gewoon een snaar geraakt die er toe doet. En jij bent Marten, jij doet communicatie, dus jij ziet ook alles binnen rollen en... Ja, samen met Maartje. Ja. En nu hebben zij dit volledige idee bedacht om die 300 maaltijden weg te geven. En dat is natuurlijk super mooi dat we het zorgpersoneel in het zonnetje kunnen zetten hiermee. Hoi! Hoi! Het rest allemaal weer. Al het personeel is gewoon present. Ja, inmiddels is ook een plastic scherm voor morgen. Dat het allemaal volgens de regels
van het RIVM gaat. Ja, want ze liep ook met maskers op mijn neus, zag ik. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja. Weet je, het zijn gewoon heel veel mensen die het heel zwaar hebben nu. En kijk, voor ons is het ook heel rot dat we niet open kunnen. Dat is duidelijk. Maar ja, we dachten, laten we iets positiefs doen. Iets wat, want er is zoveel, alles is natuurlijk best wel negatief nu. Het is gewoon heel veel. Ja, veel zwaar. Maar je bent nu eigenlijk, want ik ben wel bij wat winkels geweest. Er zijn natuurlijk ook nog winkels open, sommige zijn dicht. Er zijn de meningen ook over verdeeld. Maar horeca is eigenlijk heel duidelijk, iedereen is gesloten. En voor de ene is het wat taaier dan voor de ander. En de ene, ja, die stond al wat zwakker, om het maar zo te zeggen. En nou ja, dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar hoe is het dan bij de kloveniers? Want jullie hebben best veel medewerkers. Ja. Ik stel me zo voor dat jullie ook een forse huur hebben, noem het allemaal maar op. Maar hoe ga jij er dan mee om? Als, ja, laat ik vooropstellen dat het voor ons ook best heel pittig is. Alleen, ja, we hebben nog wel een klein spaarpotje, gelukkig. Waar we het wel even mee kunnen redden. Een beetje vet op de botten, ja. Een beetje vet op de bot hebben we, gelukkig. Betekent niet dat dit nog heel lang door moet gaan. Iedereen heeft gewoon een probleem op een gegeven moment. Maar is het bijvoorbeeld dat al die mensen, die lopen hier niet onbetaald. Je betaalt je mensen door. Ik betaal allemaal mensen door, ja. Ja, maar dat is, ja. Want hoeveel mensen werken hier eigenlijk? Nou, ik heb een verschil tussen opgekrachten en vaste medewerkers. Ja, ja, ja. Dus in totaal werk je 25 mensen. Ja. En als je thuis zit, echt ja, heel blij, wat word je er niet van? Natuurlijk. Nee. Ja, dat we bewegen normaal zo veel. Ja. Zeker, nu zat we eigenlijk, vorig weekend hadden we hartstikke mooi weer. Zouden de eerste terrasdagen geweest zijn. Ja, die trap is eigenlijk jullie workout, hè? De befaamde trap. Ik word al moe als ik een keer naar boven moet. Maar jullie doen dat gewoon de hele dag door. Ja. Omdat er dan zoveel vragen is, zit de kans erin dat het nog een vervolg krijgt? Want je hebt nu ook een paar keer nee moeten verkopen al. Ja, best wel veel. Maar ga je het dan nog een keer doen of is dat... Weet ik niet. Kijk, het kost ons natuurlijk ook geld, dus dat moet ik even bekijken. Stellen dat we misschien nog een keer doen, maar dan voor een andere groep. Nou, dat is ook goed. En als je weet wel, je kan bij wijze van spreken nog doen van, nou ja, wij hebben de faciliteit, we doen het. En dat je met de pet rondgaat, dus geen crowdfunding of zo, maar dat je zegt van, goh, kunnen er een paar sponsoren. Maar dan kan het hier wel gebeuren misschien. Dan kost het je ook niet altijd elke keer jou alleen geld. Hè? Nou, ik moet ook zeggen, we hebben wel mensen gevraagd van, goh, vind je deze actie leuk? Je kan ons sponsoren door een cadeaukaart te kopen. En bij straks het uitdelen morgen van, goh, of een leuke lekkere fles wijn. Precies. Passend bij de chili. En daar kan je dan wel wat mee verdienen. Maar ja. Goed, het hoeft niet. Nee. Het is vooral bedoeld als een fijn, leuk gebaar. Ja, nou, en zo wordt het ook gezien. Dus ik dank jullie hartelijk voor de toelichting. En succes met uitdelen morgen. Vanaf hoe laat kunnen ze hier komen? 4 uur. Vanaf 4 uur. 4 tot 9. Dus dan, en uiteraard alle maatregelen. Ja, we zijn helemaal. Ja, komt helemaal goed. Nou, complimenten voor de actie en veel succes ermee.